Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe crypto video weekend update. We gaan vandaag in deze korte, snelle, hele korte, snelle video gaan wij. En ik heb de zon recht in mijn gezicht lekker. <laughs> Trouwens, wel echt een lekker weer dit weekend. Um, in ieder geval gaan we dit weekend gaan we Ethereum onder de loep nemen. Wat kunnen we verwachten met Ethereum dit weekend? Wat kunnen we ook een klein beetje verwachten met Bitcoin dit weekend? Niet te lang, want we hebben dit natuurlijk in de vorige video allemaal luid en duidelijk besproken. Mocht jij dat leuk en interessant vinden, dus smet die duimpje omhoog. laat het niet Lange wachten, laten wij beginnen aan deze korte sessie. Let's go! Alright, aangekomen bij Ethereum met een noteringprijs van 33,43,33 33 cent. Um, Bevindt Ethereum zich op heel en dan ook heel en dan ook heel belangrijk support. Waar Ethereum dus nu zijn bounce lijkt te maken in de blauwe zone. Wat we echt moeten gaan houden. Ja, lijkt Ethereum toch zijn pad omhoog te vinden richting in ieder geval de 38 tot 3850 dollar. Ja, en dat betekent ook dat Bitcoin dus ook hier zijn bounce moet gaan maken. Kijk, we hebben voor Bitcoin hebben een bear case en een bull case. Deze bear case zeker niet mijn plan, maar deze bull case, ja, hebben we vaker over gehad, is mijn plan. Wel zou Bitcoin dit weekend nog eventjes mogen trappen. Hij zou eventjes nu mogen corrigeren. Nou, misschien 36.700 36 vallen. Of misschien zelfs 35.700 vallen. Maar zolang hij die zone houdt, kunnen we de bounce maken. Maar dit is uiteraard vanochtend ook allemaal gedeeld in onze bitcoin de analyse. Nou, wil jij ook gewoon gratis of gratis? Wil, ja, wil je? Deze is trouwens ook in de gratis omgeving gedeeld. Hier in de omschrijving staat de link naar de gratis omgeving. Want ja, ook hier wordt zo hier en daar af en toe een analyse gedeeld. En inderdaad, vanochtend in de gratis omgeving, zoals je ziet. Nou, wil je in de betaalde omgeving? Heb je elke dag, bijna elke dag. Alleen op zondag niet, want ik heb ook weekend een Bitcoin-update ontvangen. En natuurlijk Ethereum update Ik zou zeggen, join de community. Hier onder in de omschrijving staat de link. Wil je het met ons treden? Want de afgelopen week hebben we ook weer heerlijke trades kunnen pakken. In de VIP-omgeving. Maar goed, dat gezegd te hebben. Ja, dit is mijn main plan. Kijk, en ik, ik heb nu wel gezegd naar beneden. Wanneer ons main plan is uiteraard gewoon omhoog. Dit is alleen dat hij mag corrigeren. Maar voor nu, ik kijk gewoon nog steeds. Omhoog naar de bulk ja, En dat zou dus erop neerkomen dat Ethereum dus ook hier zijn bounce mag gaan maken. aan de hand van deze ABC-beweging. We zouden deze zelfs kunnen uitmeten. Hoe hoog zou deze mogen komen? Nou, ik, ik hanteerde net een prijs van 3850. Hij zou zelfs mogen komen naar 3862. Dat zou ook heel mooi uitkomen. Uh, in combinatie met de 1, 2, 3, 6 in combinatie met de Golden Pocket en verwacht ik ook dat Ethereum dus hier ook een bounce zou kunnen maken moet en dan benadruk ik wel moet deze blauwe box houden want als deze blauwe box verliest ja wordt het heel erg bearish voor Ethereum voor Bitcoin niet want Bitcoin nogmaals zou gewoon in een eigenlijk een prachtige driehoek kunnen zitten die we hier zo hebben getekend dus Bitcoin is daarentegen gewoon veel sterker in vergelijking. Met Ethereum. Ethereum gaat namelijk dan gewoon een zigzag maken als je hier verliest. Ja, en zouden we kunnen zakken naar 27 of misschien zelfs 2500 dollar. Zo zie je ook eigenlijk hè, Bitcoin is gewoon de king. En ja, zolang je hier houdt is het sterk. Waar uh, Bitcoin niet op kantje support zit, uh, bevindt Ethereum zich wel op kantje support. Maar goed, deze analyse gaat vooral specifiek over Ethereum. En dat is dus zolang die 3180 houdt. Kijken omhoog. In ieder geval dus naar die 3862 dollar. En dat zou misschien zelfs dit weekend kunnen gebeuren. Betekent dat dan wel dat we dit weekend, misschien als we daar komen, al klaar kunnen zijn? Ik wil je dan even meegeven. Dat hangt er heel erg vanaf wat bitcoin hier doet. Want mijn bitcoin plan is gigantisch boelisch. Mijn bitcoin plan is gewoon echt wel tot die 75 tot 77.000 dollar. Zoals we meer hadden uitgetekend. En dit hadden we ook allemaal besproken eigenlijk hadden we hier een video gemaakt rond 4 april in die prachtige ja, bodemvorming hiero hadden we een video online gegooid en zo zie je maar als je die, als je, ja, die video had bekeken je had erop geanticipeerd had je nu al ruim in de winst gestaan al met al het ziet er goed uit het ziet er sterk uit en als we weer even switchen terug naar Ethereum zien we eigenlijk ook best wel een mooi groen weekend wellicht voor de boeg. Alright, dat was dan weer een hele korte en snelle Bitcoin- en Ethereum-update. Ik ga het ook niet moeilijker maken en langer maken dan dat nodig is. Ik zou zeggen: Wil je met ons traden in de VIP? Join de VIP-omgeving. Wil je dagelijkse Bitcoin- en Ethereum-update? Ik zou zeggen: Join de Premium Community op hetcryptohuis.nl. En ik wil je een prachtig weekend toewensen. Geniet van het mooie weertje. Tot in de volgende video. Bye-bye.